Ze hebben mij altijd verteld dat hier een volledig leger begraven ligt. En wij dachten, oké, het is deels waar. Maar nu blijkt dat er toch een zekere kern van waarheid in die legende zit. Als je kijkt naar soldaten, nu en vroeger, en er zijn genoeg getuigen verslagen van, er is niemand die vermist wil zijn. Als er één ding is dat ze schrik voor hebben, is het veel meer om vermist te geraken dan om te sneuvelen. En daar kunnen wij proberen een einde aan, of af te sluiten. Om ze toch een begraafplaats te geven. Al is het onder een zerk van een onbekende soldaat, ze hebben dan tenminste een graf. Het grootste deel van het budget is samengebracht via crowdfunding. We hebben de mensen de kans gegeven om bij te dragen. In een ruil mogen ze op bezoek komen, krijgen ze een tour op de site of mogen ze zelfs één of meerdere dagen meegraven met ons. We hebben over de 40 nationaliteiten die gesteund hebben en ik denk dat er op terrein gemakkelijk 20, 25 verschillende nationaliteiten aanwezig zijn geweest. We hebben Duitsers, Britten, Amerikanen tegelijk op het terrein gehad die hun gemeenschappelijke bloedige geschiedenis terug aan het vrijleggen. Ik denk dat de Westhoek altijd het litteken van de oorlog nog zal dragen, zowel bovengronds als ondergronds. Er zit zodanig veel in de grond, munitie alleen al en lichamen eigenlijk ook. Het is een werk van nog tientallen jaren.